Een hele goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Het is vandaag super lekker weer. 27 graden. We zijn best wel vroeg wakker geworden. Toen hebben we even op het balkon lekker een koffietje gedronken. En ik heb daarna denk ik echt zo'n 2-3 uur op het balkon gewoon lekker lopen zonnen. Want ik heb het echt nodig om mijn kleurtje. Na 3 uur zonnen was ik het ook alweer zat. Dus toen ben ik lekker gaan douchen en heb ik mezelf even klaargemaakt. Ik ga denk ik even langs de supermarkt. Want ik moet even lunch halen. Ik heb nog niks gegeten en ik heb echt heel veel trek. Ik heb trouwens mijn make-up vandaag iets anders gedaan. Bevalt me echt absoluut niet. Iets met mijn ogen vind ik echt niet mooi. Normaal gesproken vind ik echt veel mooier. Maar dan heb ik ook iets minder op. Ik merk sowieso aan mezelf dat ik echt veel minder make-up op doe. En ik vind gewoon eigenlijk natural make-up gewoon het mooiste. En daarom doe ik eigenlijk niet meer zo heel erg heftige make-up op. Maar soms wil ik dan toch wel iets anders doen. En dan denk ik van, waarom? Tegenwoordig drink ik dus per dag 2 van deze flessen. Maar ik heb niet zoveel zin om zoveel plastic te verbruiken. Dus ik heb mezelf getrakteerd zodat ik wat beter water ga drinken. Ik heb voor mezelf deze glazen beker gekocht van Starbucks. Ik vind hem echt zo cool. En het gaat me vervangen zijn voor de plastic flessen. En om mezelf nog meer te verwennen, heb ik deze beker gekocht van Starbucks. Voor mijn thee en koffie. Super handig. Vraag me niet waarom ik paars heb gekocht. Ze hebben nu dus een nieuwe collectie met allemaal verschillende kleuren. En ze waren echt allemaal heel erg fel. Dus het was een beetje de beste keuze voor mij. Dus ik ga even snel naar de supermarkt. Even snel lunch voor mezelf halen. Ik ben weer thuis. Let niet op achtergrond. Ik moet zo nog even de vaat doen. Voordat ik mijn lunch kan voorbereiden. Maar ik wil even nog mijn boodschap met jullie delen. Namelijk, oh my god, Lira, ga weg, reuze granalen gehaald. Ik heb van de halal afdeling heb ik kalkoenham gehaald en kalkoenbacon en deze is echt zo lekker, echt normaal. Ik heb zalm gehaald, ik ben weer echt lekker gezond bezig jongens. Kalamata olijven, bio, deze vind ik echt zo lekker. Nog een keer kalkoen bacon, daar ben ik hier echt fan van. Ik dacht altijd dat als ik verse groenten en fruit haal, dat ik dan ja, de beste groenten en fruit haal. Maar ik heb laatst een artikel gelezen en daaruit blijkt dat dus groenten en zelfs fruit uit diepvries gewoon veel verser is. Ik wist dat echt niet. Daarom heb ik nu dit keer ook heel veel diepvriesgroenten. En ik vind het trouwens ook echt heel erg handig. Want soms koop ik broccoli en dan gebruik ik het gewoon een week niet. En dan kan ik het weer weggooien. Maar als je dus diepvries broccoli koopt, hoeveel? Ik heb dus sperziebontjes uit diepvries, bio. Gegrilde groenten uit diepvries heb ik nog nooit gehad. Ik ben echt heel erg benieuwd of het lekker is. Ik heb Italiaanse groenten met basilicum oregano. Met basilicum en oregano. Het ziet er echt heel lekker uit. In principe alle groenten die ik super lekker vind. Dus ik heb het maar gepakt. En bloemkoolroosjes op de dus ik ben heel erg benieuwd hoe het me gaat bevallen. En of het qua smaak gewoon even goed is. Ik heb laatst wel deze uitgeprobeerd. De sperziebontjes in diepvries. En die waren echt gewoon super lekker. Ik weet wel dat ik broccoli uit diepvries niet zo heel erg lekker vind. Ga eens weg joh. Want ik vind ze over het algemeen best wel waterig. Of zo, dan vind ik het niet zo lekker. Want ik hou van een beetje knappige broccoli. Love you. Ik ga even een lekkere zomerse simpele lunch maken. Met olijfjes, kalkoenham, hummus. Heerlijk. Dat is het merk waarvan ik altijd hummus kocht. Wordt niet meer geleverd. Ik weet niet waarom. Dus ik heb voor de verandering dit merk. Dit is mijn lunch voor vandaag.
Lekker gezond. Ik was net op Instagram aan het kijken. Toen besefte ik me dat ik nog niks hierover heb gezegd in mijn vlog. Het is vandaag dinsdag. Het is vandaag dus ook Blackout Tuesday. En ik werd vandaag wakker en ik zag in mijn feed alleen maar posts daarover. En ik werd er echt vrij emotioneel van. Omdat ik echt... Ik vond het gewoon zo mooi om te zien dat zeg maar iedereen meedoet gewoon. Ik krijg hierdoor ook echt gewoon een gevoel van saamhorigheid. En dat gewoon iedereen er voor elkaar is. En voor elkaar opkomt. Ongeacht ras, huidskleur of wat dan ook. Het wekte heel veel emoties in me op. En je zag alleen maar zwart, 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 zwart in je feed. En dat vond ik gewoon echt prachtig om te zien. Wat zullen we in dan? Waar heb ik zin in? Waar heb ik zin in? Ik heb overal zin in. Maar je moet gezond eten, hè? Ja, dat filmen. Dat film je bij. Zo leuk. Ik wil één. Ik wil honger. Oh, ik word helemaal gek van Lira. Lira, wat is er? Moet ik de deur open doen? Ga maar. Je weet dat ik wel fan ben van garnaal, nee? Garnaal. Ik heb een zak gekocht, dus ik kan die maken. Oeh. Ja, dat is goed. Dan ga ik naar de IKEA, dan kom ik naar huis. Jas. Gaan we lekker eten samen. En dan ga ik mijn dingetjes ophalen op de marktplaats. Is goed. Doei doei. Ik ga dus garnalen maken. Ik vind deze echt het lekkerst. Reuze garnalen. Want ik vijf in de garnalen. Zodat je ze zo uit diepvries kan halen en binnen 15 minuten kan ontdooien. Wat ook echt chill is aan deze is dat ze al ontdarmd zijn. Dan hoef ik dat ook niet meer te doen. Want ik heb er echt letterlijk nooit zin in. Kijk. En dan doe ik ze hierin. En dan spoel ik de garnalen onder koud stromend water. Dan doe ik ze nu even in de koelkast, want de garnalen zijn echt binnen 4 minuten klaar. Dus ik ga ze pas bakken als Nessie meer is. Ik denk dus dat garnalen niet genoeg zijn, dus ik ga dit ook erbij maken. Ik zag het in de diepvries en ik had het ooit gekocht. Dus ik ga het gewoon vandaag maken. Ik hou het gewoon even simpel. Zout, peper, knoflook, peterselie en olijfolie. En dan ga ik nu de oven in. Even in een pan bloemkool, sperziebontjes en spinazie gegooid. Zo. Even wat knoflook. Nou jongens, dit ziet er best wel goed uit. Lekker healthy. Kijk, dit is altijd wat ik doe. Nessim zei dat hij over 10 minuutjes thuis is. Dus dan doe ik de timer aan. Dan weet ik precies wanneer ik moet starten met de garnalen. Ik heb olijfolie erin gedaan. Olijfolie moet echt even heet worden voordat ik de gamba's erin doe. Ik heb dus onlangs geleerd hoe je de beste gamba's moet maken. Ik voeg knoflook toe bij de olijfolie. Gewoon lekker veel. En ook peterselie. Normaal gesproken doe ik er ook chili in. Maar Nessim kan niet tegen pittig. Oké, de olie is heet. Dus nu gaan we de gamba's erin doen. Dit is een belangrijke stap. Want ik mag niet alle gamba's erin doen. Want de gamba's moeten echt zo tegen de bodem aan kunnen komen. Dus er moet wel ruimte tussen zitten. En alleen op deze manier worden ze dus goed gaar. Dan na 2 minuten ongeveer kan je ze omkeren en dan zijn ze dus roze. En dan ook weer 2 minuten op de andere kant. Kijk hoe goed het eruit ziet. Oh, zo lekker. Jongens, alles is op. Behalve een beetje groente. Maar kijk dan. Timmy, je was vandaag nog niet in mijn vlog. Was het lekker? Echt lekker, hè? Nessie had me vandaag beloofd met mij te gaan wandelen. Maar dat gaat niet meer door. Nou. Hij gaat zo naar kantoor, maar ik ga denk ik wel mee. Dat ben ik heel gemeen. Ga je dan een cappuccino voor me halen? Ja. Waar? Bij de Starbucks? Zo een beetje verder. Nee, bij de McDonald's gewoon, ja? Ik heb box. Dat is een goed makertje. Moet je niet wat tegen mijn volgers zeggen? Nee. Ik heb dus sinds 3 dagen... 3 dagen geleden werd ik wakker. En mijn lichaam had opeens de drang naar koffie. Ik drink al 3 dagen koffie in de ochtend als ik opsta. En hij dronk het nooit, hè? Dat is toch ongelooflijk? Ik begin echt een oude fan te worden. Opa Nassimi. Zo, ik heb me na het eten een beetje opgefrist. Zodat ik me lekker fris voel, want na het eten voel ik me altijd zo goor. Ik heb even een andere outfit aangedaan.
Gewoon. Wat is dat bedoeld? Lekker. Normaal. Hij praat tegen Nira. Gewoon lekker een shirtje met een jogging onder. En dan doe ik deze schoenen eronder. Lang niet aangehad. Juist, het was best wel fris. Ik heb maar een blazer aangedaan. Je ziet eruit alsof je naar het strand gaat. Dus we zijn weer lekker aan het tanken. We gaan even lekker naar kantoor. Nessie moet nog heel veel doen. Ik ga hem even helpen. Wat is er? Wat wil je? Wil je geen ijsje eten met mij? Nee, ik eet geen ijsje. Waarom? Ik ben echt heel goed bezig. Je bent op diet, hè? Ik ben ook goed bezig. Hij heeft gisteren 2 ijsjes gehad. Echt heel goed bezig. Ik sport elke dag. Dus ik mag dat. Waarvoor sport je dan? Balans. Nessie, we gaan de cappuccino van me halen. Yes! Mag niks. Eindelijk! Jammer, man. Dat is zo speciaal. Hij heeft gewoon mijn koffie afgepakt en hij wil een slokje. Het gebeurt echt nooit. Wat is er met jou aan de hand? Ga je niet mijn koffie? Ik wil die shirts dragen. I need my coffee first. Yes, don't talk to me. First need coffee. Let begin the day, yes? Oh, kijk dan. Nessie heeft hier dus de hele dag aan gewerkt. Hij is naar de IKEA geweest. Hij heeft deze kast gehaald. Zo leuk. Volgens mij ook dit tafeltje. Het kleedje. Oh, super leuk. Hij heeft echt leuk gedaan. Oh. Kijk, zijn cactusplantjes. Het is echt heel mooi geworden hier. Vind je het leuk? Ja, echt. Ja. Oh, wat leuk. Ik heb een plantje daar gedaan. Vind je het leuk? Ja, ik had hem daar al gelegd. Dat is wel prima, toch? Daar. Ja, ik vind alleen het plantje niet zo mooi. We moeten even een andere halen. Ik heb nog zo'n bloempot voor jou. Of dat Nessie nog mee heeft gehaald. Wat is dit, Ness? Dat is een platenspeler. En waar heb je deze? Van Marktplaats? Fucking nee. Niet. 120 euro. Echt waar? Hij was 25. Ik zeg, ik geef je 20. Oh, vet leuk. Deze man is niet te geloven. Wat ben je nou aan het drinken? Ik ben even mijn koffietje aan het drinken. Mariamma is hier lekker aan het chillen. Mariamma, oh, love my life. Wij zijn weer thuis. Hallo Lira. Hallo Lira. Hi. Lik op een baby. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. We zijn lekker aan het wandelen zoals je ziet. Heerlijk weer. Ik heb het echt heel erg benauwd nu. Ik probeer om 5 kilometer te halen. Ik wil elke dag 10.000 stappen gewoon wandelen. En Nessie zou eigenlijk met me meegaan elke dag, maar had vandaag ook weer een afspraak en gisteren had hij ook weer een afspraak. Toen dacht ik, ja, als ik elke keer op Nessie moet wachten, dan ga ik het nooit volhouden. Dus ik moet gewoon lekker zelf gaan. Dus dat is wat ik nu een beetje aan het doen ben. Ik heb mijn bekertje mee van de Starbucks. Super handig, ik heb er koffie in. Ik moet nog best wel een lange stuk. Maar ja, dat is mijn doel, even voor nu. Gewoon lekker meer bewegen, want ik bewoog gewoon veel te weinig. Ik zie je straks weer. Doeg! Ik heb echt heerlijk gewandeld. Ik heb 7000 stappen gemaakt. Dus ik moet vanavond even nog een klein rondje doen en dan ben ik eigenlijk klaar. Ik ga nu even naar de supermarkt om lekker eieren en zo te halen om ontbijt te maken. Ik ben weer thuis. Ik heb allemaal gezonde boodschappen gedaan. Waaronder dit voor mijn katjes. Dat vinden ze echt zo lekker. Het is eindelijk tijd om zelf te gaan eten. Ik ga lekker een omeletje maken met kalkoenbeker. En tegenwoordig probeer ik gewoon alles te bakken in kokosolie. Want dat is natuurlijk super healthy. Lekker beetje knoflook erbij. Echt tegenwoordig eet ik zoveel knoflook. Niet normaal. En dan doe ik de kalkoenbeker erin. Ik doe de meeste voor mezelf 3 of zo. Ik vind het heerlijk. Ik weet niet of het gaat lukken op camera. Maar dan eventjes omdraaien. En dit is misschien een beetje raar. Maar ik vind het lekker om die eigeel te pletten. Ik heb niet zo'n zin in zo'n harde eigeel, zeg maar. Dus dan verdeel ik het een beetje over de hele ei. Zout en peper erop. En bieslook. Voor mij mag echt lekker veel bieslook erop. Bijna klaar. Het ruikt echt al zo lekker. En dan kiep ik hem om. En dan ga ik hem eigenlijk gewoon na een paar seconden al gelijk uitdoen. Dan ga ik nu nog even snel deze tomaatjes pakken. Want dat vind ik echt heerlijk. En dan weer omdraaien en dan zijn ze perfect. Ik heb ze even gebakken in de olie die nog in de pan zat. Met de knoflook en alles erin. En dit is dan vandaag mijn ontbijt.